We hebben op bezoek Daryl Geldorp en Sherry-Ann Hoogwoud van NAX. Want van 24 juni tot en met 1 juli aanstaande vindt dus de Criollo Wiki plaats. Vaarte welkom, goedemorgen. Goedemorgen. De Criollo Wiki, door wie wordt het precies georganiseerd? Criollo Wiki is een initiatief van NAX, maar we doen het samen met partnerorganisaties. Oké. Okay. Welke organisaties zijn er? We hebben sowieso Fiti for Winnie. We hebben de organisatie van Marcel Pinas. We hebben ook gesprekken met het Korte Museum, NRC van de heer Zunder en BDC Samaka. Dat zijn enkele van de organisaties. Oké. Okay. Wat is de bedoeling van deze Criollo Wiki precies? Criollo Wiki is, we willen een periode creëren waarbij mensen, lokale mensen en toeristen kunnen ervaren de waarde van Afro-Surinaams erfgoed. Op dringen van UNESCO, zij motiveren verschillende landen dat ze werken aan behoud van cultuurerfgoed. En daarom wilden we dan een periode creëren voor lokale mensen en toeristen om te ervaren wat cultuurerfgoed van de Afro-Surinamers is. Dus het is de nazaten van de Afrikanen. Dat is één. En twee, ook op zo'n manier de eenheid proberen te vormen tussen de nazaten van de Afrikanen. Is het de eerste keer dat er een Criollo Wiki wordt georganiseerd? Ja, het is de tweede keer dat het wordt georganiseerd. En zoals men denkt dat het een Criollo Wiki is, het is geen week. Die wiki staat voor Wake Up. Oké. Ja, die wiki staat voor Wake Up. Het is tijd om te bundelen, het is tijd om samen te komen, om elkaar te ondersteunen, om samen te werken en om elkaar meer te gunnen en ook te pushen. Dus niet alleen qua cultuur, maar ook qua business. Mm-hmm. Dus eigenlijk zijn we gefocust op progress. Okay. Naar die Emancipatie Week toe. Ja, want je zegt wiki, dus dat, ja. Daar kom ik nu pas achter. Maar het is wel een week. Klopt, ja. Vorig jaar was het een week. Maar na evaluatie blijkt van het is te pakt. Niet om alles te doen in een week. Dus dat jaar hebben we dan uitgebreid gemaakt. Het is een hele periode, om het zo te zeggen. Oké, okay. Dus niet van 24 juni tot 1 juli. Nee, ik vergis me dus. Tot eind juli zo. Tot eind juli. Wat zal er allemaal gebeuren? Nou, we hebben sowieso heel veel activiteiten. Heel veel mensen hebben zich aangemeld. Want de bedoeling is dat men zich aanmeldt bij ons. En dan kom je dan op die Criollo Wiki kalender te staan. Okay. En tot nu toe hebben we, sowieso is NAX erbij, Stichting Fiti for Winnie. We hebben ook Marcel Pinas, die een lezing zal hebben in Lalaroek 16 juni. Net als wat we zeiden, BDC Gangasa. Zij gaat een na de bevalling workshop hebben. Met dus natuurlijk die poolbanken, die kitterewiris enzovoorts. En we hebben ook een fakkeltocht van Stichting Fiti for Winnie. En de komende activiteit die er is zondag 2 juni. Dat is de Fosting Knit. Fosting Kawina Niti, ja. Dat wordt in het NAX gehouden. Oké, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Fosting Kawina Niti. Fosting Kawina, we willen een event creëren waarbij mensen kunnen genieten van traditionele Kawina muziek. Tegenwoordig heb je heel wat elektrische instrumenten erbij. Maar we willen een avond hebben waarbij de gasten, de mensen die komen, echt kunnen genieten van traditioneel Kawina muziek, hoe het vroeger was. En daarbij hebben we 10 top Surinaamse vocalisten bereid gevonden om zich hun kunnen te tonen met de liederen van de jaren 70, de jaren 60. Ja. Ja. Maar is er een speciale reden waarom er gekozen is voor dit tijdsbestand rond 1 juli? Ja, omdat we, kijk, 1 juli herdenken we de afschaffing van de slavernij. En iedereen weet dat het een minder leuke tijd is geweest van onze voorouders. Maar wij willen dus eigenlijk laten zien wat voor progress wij als nakomelingen hebben gemaakt van onze ancestors, onze voorouders. En daarom hebben we voor deze periode gekozen om toch eigenlijk het mooie ervan te laten zien. Wat zij voor ons hebben achtergelaten. En dat we het niet gewoon zo hebben gelaten, maar dat we het zijn gaan ontwikkelen. En toch nog steeds ons cultureel erfgoed hoog houden daarbij. Ja. Hoe is de respons tot nu toe geweest op de Criollo Wiki? Heel goed. Mensen kijken naar uit. We merken het ook met de organisaties die steeds weer aanmelden. In het begin liep het nog een beetje slow, maar nu hebben we dan
veel organisaties is aangemeld aan de Creëren Wiki. Okay. En we zijn nog steeds open voor zolang ze activiteiten hebben tussen zondag aanstaande en eind juli, mogen ze zich nog aanmelden. Hoe kunnen ze dat doen? We hebben een Creëren Wiki page, daarbij moeten ze aanmelden. Op Facebook. Op Facebook. Ja. Er is geen telefoonnummer of zo voor de mensen, want iedereen is op Facebook natuurlijk. Dat klopt. Het kan op het nummer 499033 of 865-1898. Oké, is er tot slot nog iets dat jullie aan de mensen willen meegeven? Nou, we roepen dan iedereen hierbij op om de activiteiten te komen bezichtigen. Volg onze Facebook Creëren Wiki page. Daar komt er een algemene kalender met alle activiteiten. En we zullen steeds updaten, want het wordt te veel om in kalender te plaatsen. We zijn ook op Instagram te volgen, ook Creëren Wiki. En ja, daar ga je dan alle activiteiten zien en ga ze maar bezoeken. En de activiteiten staan open voor iedereen, toch? Open voor iedereen. Iedereen mag er naartoe. Geweldig. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Dank je. Dus u heeft het gehoord, verschillende activiteiten in het kader van Creëren Wiki. En ze beginnen dus deze week, zondag, zaterdag? Zondag. De opening, de launch was vorige week zondag met de open drong. Okay. En daarmee zijn we officieel gestart. Oké, en deze zondag hebben jullie dus ja. De... Fostenkawina. Netti. Fostenkawina. Ah ja, er is een verschil tussen Netti en Pri. Fostenkawina Netti. Als u wil zien hoe men op de originele manier dus nog muziek maakt, de Kawina muziek, dan moet u daar zeker bij zijn. En dat vindt plaats in NAC zelf. En u kunt dus de kalender in de gaten houden voor de andere activiteiten die georganiseerd zullen worden binnen dit kader.